beginnende keelpijn wordt veroorzaakt door bacteriën en microben in de keel. Strepsils bevat twee werkzame bestanddelen die verzachten en snel verlichting geven. En dat maakt strepsils het effectieve geneesmiddel tegen beginnende keelpijn. Beginnende keelpijn eindigt met strepsils. Nou kijk, als ik een stuk over, ik heb een stuk geschreven over Marilyn Monroe, hè, dan herinner ik mij dat ik daar voor haar een keer hè, de kunstgeschiedenislessen van professor Van Tienen heb verwaarloosd, omdat ik naar de film wilde. Het was de eerste voorstel en ik wilde dat zien. Welke film was dat dan? We zouden die Niagara Falls, hè, of Niagara heet die gewoon geloof ik, en dan loopt ze in een prachtige zee. In groene jurk. En wij zouden die middag behandelen bij professor Van Tienen. Het plooienspel en de laatmiddeleeuwse houtplastiek en zo. Hè. Nou ja, daar weet ik dus niets van. Maar al die plooien om dat achterwerk, dat schitterende achterwerk van Marilyn Monroe, die weet ik tot op de dag van vandaag dus. Dat is toch ook wel belangrijk, dacht ik. Hè? Andy, het hele huis leeft ervan op. Miljoenen Afrikanen wachten al veel te lang op goede gezondheidszorg. Daarom bouwt Amref Flying Doctors een groot medisch opleidingscentrum voor heel Afrika. Bouw mee.